Kijkers Jurich Joyopa Wierog is na interventie van Stichting 1 voor 12 in Nederland geopereerd. U weet er alles van. Hij is nu aan het genezen, maar zoals eerder bekendgemaakt, kost de nazorg bijkans 120 SRD op dagbasis. Wij zijn op zoek naar ondersteuning hierin en we kregen alvast 5000 SRD van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. In het volgende verslag hoort en ziet u alles daarover. Mag ik u namens de SWM het bedrag van 5000 SRD aanbieden ter ondersteuning van Jurich? Oké. Nou, als 1 voor 12 zeggen wij ook dank aan SWM, in het bijzonder de directeur Oosterling en u ook. Ja. Dit zal ik overhandigen aan de moeder ter ondersteuning van Jurich. Ja. We weten dat Jurich elke dag 120 SRD nodig heeft voor kleine nazorgbehandelingetjes en de spullen die hij moet kopen. Okay. We stellen het op prijs en we zeggen dank aan SWM en laten anderen ook deze stap ondernemen om ook 1 voor 12 te helpen, dat we ook anderen door kunnen helpen. Maar dank is groot. Blessie. Daarnet hebben we de overhandiging gehad van het gebaar welke de SWM heeft gemaakt richting de moeder van Jurich, voor de nazorg van Jurich. 1 voor 12 heeft een verzoek gericht aan de Surinaamse Waterleidingmaatschappij om een kleine ondersteuning te geven aan deze jongen. Het is gehonoreerd en daarvoor zitten we vandaag hier bij de onderdirecteur, mevrouw Duurham. Mevrouw Duurham, we hebben daarnet het gebaar gezien, de geste welke Jurich en zijn moeder hebben ontvangen van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Waarom heeft de SWM dat gedaan? Waarom heeft de SWM het goed gekeurd? Wel, we zijn het enige waterleidingbedrijf in het land. Vrijwel alle Surinamers zijn klant van de SWM. Dat maakt dat de SWM zich geroepen voelt om in zulke situaties, zulke gevallen, een bijdrage te doen. We weten hoe moeilijk het is tegenwoordig voor ouders om uit te komen. En vooral wanneer het gaat om een alleenstaande moeder, dan weten we dat het heel moeilijk kan zijn. Vandaar dat we hebben besloten om dus ook een bijdrage te doen. Er is een bedrag geworden van? 5000 SRE. Mevrouw Kato Kromo, we hebben de bijdrage met veel genoegen gedaan. We wensen u heel veel succes toe bij het opvoeden van uw zoon. Mevrouw Kato Kromo, het gaat u goed, u en uw zoon. Weer zo'n groot moment voor 1 voor 12. 1 voor 12 heeft een schrijven gericht naar de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, welke goed is gehonoreerd. We zijn vandaag hier voor de overhandiging. Wat doet dit gebaar 1 voor 12? Nou, heel goed. Toen ik gebeld werd door de directeur dat ik langs mag lopen. Ik wist nog niet wat het bedrag zou zijn, maar ik ben verrast, tevreden. En dit moet ook een stimulans zijn naar andere bedrijven, andere organisaties die ook een ondersteuning moeten geven naar Jurich. Jurich heeft dat heel hard nodig. De moeder moet ongeveer 120 SRD dagelijks aan kleine dingen voor Jurich besteden. En ik vind dat wij als 1 voor 12 ervoor hebben gezorgd dat Jurich naar Nederland is gegaan, is geholpen. En nu nazorg is slechts maar een kleine druppel dat nog gedaan moet worden. Dan vind ik van, laten we deze jongen helpen. Hij is 14, hij is willing. En als hij zijn rapport ziet, heel goede cijfers. Dus ik zeg van, laten we hem stimuleren. Hij is leergierig en hij is voor 80% weer de oude. En het stemt goed dat SWM heeft ingespeeld. En ook anderen moeten inspelen, want een 5000 gaat voor een aantal dagen helpen. En daarna moeten we weer verder gaan zoeken. Verder wil ik ook SWM heel hartelijk dank zeggen. Zij hebben ook op een vorige verzoek van ons gereageerd. Dat is het geval van meneer Gemert. Die moest aangesloten worden bij SWM. En dat heeft meneer Oosterling ook kosteloos voor ons geregeld. Dus ik wil bij deze de directeur heel hartelijk dank zeggen. En ook de andere directeur die ook ervoor heeft gezorgd dat dit alles goed is verlopen. Ik wil iedereen bedanken, meer nog SWM die ervoor heeft gezorgd, eerste steen te hebben bijgedragen naar Jurich. Laten we elkaar helpen, laten we veel meer inspelen op situaties, vooral waar nodig is. Dan zal het me zeker goed stemmen. Dank u wel.